Hoi allemaal, ik heb vandaag weer een nieuwe video voor jullie. 2 weken geleden, 2 september als ik het goed heb, had je bij Kruidvat een dagactie. En die dagactie was een gevuld tasje met essenceproducten. Nou, die actie die komt wel vaker terug. Trekpleister heeft hem ook regelmatig al gehad. Nou, nu was hij een keer bij het Kruidvat. Ik vond het heel erg leuk, maar ik kon die dag zelf niet naar het Kruidvat toe. Dus ik had hem er eigenlijk al bij neergelegd dat ik hem dit jaar een keer over zou slaan. Totdat ik afgelopen weekend in de stad was en bij het Kruidvat kwam. En daar lagen gewoon echt nog zo'n stapel met van die tasjes. Die waren denk ik niet verkocht. Of, nou ja, maakt ook niet uit. Maar in ieder geval, daar hadden ze er nog heel veel. En het leek mij heel erg leuk om met jullie het tasje uit te gaan pakken. Dit is het tasje. Het is gewoon een plastic tasje met daarin de producten. Dat plastic zit er eigenlijk om de producten op zijn plek te houden. En ja, hier zit gewoon de essenceplaat zitten. Het zijn niet hele nieuwe producten die erin zitten. Sommige zijn gewoon al wat ouder. Vind ik persoonlijk helemaal niet erg. Maar het lijkt me gewoon heel erg leuk om jullie te gaan laten zien wat hierin zit. Dus daar ga ik nu mee beginnen. Ik ga het gewoon een beetje random uit het tasje halen. Ik heb hem even opengemaakt en daar ga ik nu mee beginnen. Het eerste wat ik hier heb is een All About Sunrise paletje. Dit paletje is uit het vaste assortiment gegaan. Maar nu vind ik het wel heel erg leuk. Zoals nu komt hij nog een keer terug hierin. Zo'n tasje dus. Dit was de kleur, dus dit is de Sunrise. Nou, deze heeft gewoon heel veel goudtinten en bruintinten. Hier kun je hele mooie looks mee creëren. Dus dat is deze. Dan een lipstick. Dit is de kleur 15 Oh So Matte. Dit is een heel erg mooi, ja, rozig, een beetje koraalkleurtje. Ik vind hem zelf echt super mooi. Ik hou wel een beetje van dit soort kleuren. Dan een 16 Hour Stay All Day Long Lasting Makeup. Dus gewoon een foundation in de kleur Soft Nude. Heel erg fijn, want deze kleur gebruik ik zelf ook altijd. Dus dat vind ik echt super, super tof dat deze kleur erin zit. Dan zit er een XXL Shine Lip Gloss in. Even kijken of ik de kleur kan vinden. Bright Side of Life. Het kleurnummer is 25, mocht je dat interessant vinden. Deze past denk ik heel erg goed ook bij de lipstick. Maar ik vind het ook wel een heel erg mooi fel kleurtje om gewoon zo te dragen. Dan een Essence Nail, of gel, de Gel Nail Polish. Dit is de kleur 16 Femme Fatale. En dit is eigenlijk een heel mooi rood kleurtje. Hij is wel heel mooi donkerrood, zie ik. En dat vind ik wel heel erg mooi eruit zien. Dan een mascara. Dit is de Isle of Extreme Crazy Volume Mascara. Ik heb deze zelf eigenlijk ook nog nooit eerder geprobeerd. Maar volgens mij is dit wel een hele fijne mascara. Nou, ik ben hier wel heel benieuwd naar in ieder geval. Dan heb ik het laatste product. En dit is een Essence All About Matte Compact Powder. Dit zijn hele fijne poeders van Essence. En die matteren je gezicht. En die zijn gewoon, ja, super fijn om te gebruiken, vind ik zelf. Nou, nu is het tasje ook helemaal leeg. Ik ga de producten er zo weer even in stoppen, want ik ga eerst even wat andere producten opmaken voordat ik met de nieuwe producten, deze producten, ga gebruiken, moet ik zeggen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Ik vond het zelf wel heel erg leuk om te doen, omdat ik gewoon heel verrast was dat ze er nog waren. En ik heb deze gekregen en ja, ik was gewoon heel erg blij dat ik hem alsnog had. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken. Mocht je op de hoogte willen blijven van mijn video's, kun je je gratis abonneren op mijn YouTube-kanaal. En ja, ik zie je gewoon heel snel weer. Doeg!